We maken het onszelf wel heel gemakkelijk. Geert wordt opgevolgd door Geert. De komende jaren zal Geert Kempen onze organisatie leiden. Ik kijk al uit naar een leuke samenwerking. Geert, welkom aan boord en ik wens je een behouden vaart. Dank u, Rudy. Beste vrienden, collega's, scouts en gidsen. Anders dan de vorige jaren maken we nu bij de start van Ajo even tijd om de nieuwkomers in de verbondsleiding en zij die ons verlaten aan jullie voor te stellen. Zoals in groepen en takken kennen we binnen onze structuur een komen en gaan van scouts en gidsen. Nee, dit is geen bende goed betaalde pedagogen of academici, maar in de eerste plaats scouts en gidsen zoals wij allemaal. Met een groot hart voor scouting, gekozen vanuit groepen, districten en gouwen, om deze jeugdbeweging als groter geheel samen met jullie springlevend te houden. Sommige functies omvatten echter zoveel werk, dat een volle dagtaak van professionele inzet noodzakelijk is. Maar ook dan geven deze mensen vaak een extra overdosis engagement voor VWKSM. Zoals ook onze districtscommissarissen en gauwverantwoordelijken niet hoog en droog in een ivoren toren leven, zoals misschien wel wordt gedacht. Kijk gewoon even om je heen, ze zitten hier mee op deze weide binnen handbereik. Jouw DC, jullie gauwploegen, verbondsmessen en cursusbegeleiding. We zoomen even in op de nieuwe en afscheidnemende leden van de nationale leiding. Ik start met de vrouwelijke sierlijkheid van Chris Kuyt en Sarah Hendrik. Beide adjuncten voor de WC voor kadervorming. Chris reist inmiddels de wereld rond op haar motors, maar Sarah is hier. Ze was de bezielster van de hervorming van ID naar de 3D-cursus. Anne-Leroy treedt in hun voetsporen als nieuwe AVC-kadervorming om samen met Philippe Freklers de vorming van leiding binnen VWKSM te verzorgen. In Antwerpen was Nathalie Rijntjes geen onbekende. Ze zette in deze metropool degelijkheid, speelsheid en een kritische blik bovenaan de agenda. Zij wordt als stadsondersteuning Antwerpen opgevolgd door Joke Laukens. De Gentse groepen nemen afscheid van hun steun en toeverlaat Ellen de Klerk. Zij kunnen voortaan tanken bij Ellen Prikler. Karen van Holle, die werk maakte van de provinciale ondersteuning van Gouwen, gaat van ons heen. Zij maakt plaats voor een nieuwe adjunct verbondscommissaris die de werking van onze structuren zal behartigen, Chris Lambert. Daarmee zit de volledige staf in het zadel. Maar ook bij de pedagogische ploegen is er aflossing van de wacht.
Els van der Waare was onze hoofdakele en verlaat nu het commissariaat Kabouters Welkom. Erwin de Blangers trok de kar van ploegtechnieken voor verschillende jaren. Erwin geeft in ploegtechnieken de fakkel door aan Sven Gerrits. Binnen het internationale gebeuren van scouting en guiding zette Stephanie Lenoir VVKSM op de wereldkaart. Vandaag nemen we afscheid van haar als commissarisse buitenland. Sinds kort hebben we binnen onze verbondsploeg dan weer wel een nieuwe echte kapoen. Elfie Gijzemans zet de toon als commissarisse kapoenen. Lieve Rutte en Christophe van de Voort hangen na 6 jaar aan het roer van het commissariaat Jongfietsen, Jongverkenners, hun paarse das aan de haak. Met hen vertrekken 2 rotsen in de branding, wiens erfenis en herinnering nog lang als een lopend vuur door hele KSM levendig zal blijven. Maar, zoals ik daarnet al zei, wordt de nationale leiding ook ingevuld door gekozen mensen uit onze regio's. 5 gauwcommissarissen zorgen dit jaar voor een aflossing van de wacht. In Gouw-Antwerpen wordt Alain Konings als GC opgevolgd door Liesbeth Hens. Niet zo ver daar vandaan, Erna de Prins van Gouw-Kempen ruilt haar stoel van GC met Leen de Bloed. Aan het andere eind van ons Vlaanderen, Frederik Paret, trouwe post in Zuidwest-Vlaanderen, wordt als GC in de voetsporen getreden door Stijn Benoit. En tenslotte in Land van Egmond verlaat ook Tom van Kouwenbergen de zetel van gauwcommissaris. En dan dicht tenslotte, in de koude Noordzee geeft hij geen parcours de rol van GC door aan Diederik de Nijs. Tenslotte wil ik niet voorbij gaan aan nog 2 functies die waarschijnlijk wel wat in de schaduw leven. Maar wie zonder hen het beheer van onze organisatie niet zou zijn wat het is. Wim Grobbe was als commissaris domeinen zoveel meer dan wie of wat je zou verwachten bij het zakelijk runnen van onze 8 scoutsdomeinen. Hij zette een visie, een stijl en een plan op poten die getuigen van zowel commercieel inzicht als grote liefde voor scouting. Dankjewel Wim, om in de vlucht ook nog eens de job van verbondsbeheerder ad interim waar te nemen.
Jeroen Winters was als commissaris Financiën verantwoordelijk voor de financiën van ons Nationaal Secretariaat. Jeroen stopt in deze functie, maar niet om ons te verlaten. De volgende verbondsraad hebben we de eer en het genoegen om hem voor te dragen aan die verbondsraad als kandidaat voor een nieuwe verbondsbeheerder van DB Kaizen. Voilà. Boven beste leiding, de namen ontglippen jullie wellicht nu nog, maar je komt deze ploeg wellicht nog tegen. Ze zijn niet echt moeilijk te vinden hier op Hajo. Spreek ze gerust nog aan, ze zijn hier voor jullie. Toen mij op de selectiecommissie voor voorzitter gevraagd werd wat ik graag gerealiseerd wilde zien na 3 jaar verbondsvoorzitter, hoefde ik daar niet zo lang over na te denken. U mag mij naïef noemen, maar ik zou graag hebben dat alle leiding trots zou zijn om lid te zijn van DB Kaizen. Dat ze tevreden zijn over het aanbod en de dienstverlening van het verbond, respect heeft voor de vrijwilligers in de structuren, het personeel en de bergen werk dat al die mensen verzetten. 1 ding is zeker, aan de inzet en het enthousiasme van deze mensen zal het niet liggen, dat kan ik u verzekeren. Ik wens jullie een prettige en een droge herfstontmoeting. Samen maken we een feest van.